Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering hebben wij een speciaal huisje gemaakt. Hebben wij namelijk een huisje gemaakt voor onze oude apparatuur, of ja, oude equipment die we dus zeg maar niet meer gaan gebruiken. Zoals de wooden armor die we hier zien en onze houten zwaard die we daar zien, die we dus veel gebruikt hebben. In deze aflevering ben ik van plan om voor de eerste baas te gaan en eventjes heel erg kort eventjes te laten zien. Ik ben offscreen, nou ja, offscreen. Ik heb het wel opgenomen, dus ik kan een kleine montage wel laten zien. Editor, doe maar wat je wil. Heb ik dus zeg maar heel die berg alvast een beetje zeg maar gekortwiekt. En zie je dus zeg maar dat we al een heel behoorlijk vlak een stuk land hebben. Wat zeker handig is. Dus ja, in deze aflevering wil ik heel eventjes toch nog even een cave gaan exploren. Dus ik doe heel eventjes mijn inventory, want dat heb ik helemaal vergeten om dat te doen. Want ik heb best wel veel zooi weer gekregen. Er was namelijk een nacht, er kwamen echt heel veel zombies. Dus ja, ik heb een zombie banner. Joepie, ik heb er eigenlijk twee gekregen, maar ja, we hebben er maar één nodig. En zoals ik jullie al had verteld, hadden we ook dus zeg maar stuff wat ik wou verkopen. Dus dan kan ik jullie laten zien hoe dat precies werkt. Dat is natuurlijk handig om te weten. Dus wat je wil doen is, je wil gewoon zeg maar naar zo'n gozer toe gaan. Laten we bij Edmund gaan, waarom ook niet. En dan kunnen we zeggen van, nou, tin hebben we niet nodig. En dan kun je dus precies zien hoeveel je ervoor krijgt. 75 koper, 70 koper, meelgeluidje. Ik heb ook eventjes een tungstenhamer gemaakt om de achtergrond te verwijderen. Omdat, ja, de houten hamer is heel erg traag. Dus heb ik een nieuwe hamer even gemaakt. Dus ja, zoals ik al zei, de oude hamers, boemerangen, bijlen, weet ik het allemaal nog meer. Gaan we niet in de itemframe stoppen, dus dan zijn jullie daar ook van op de hoogte. Dart traps hebben we niet nodig. De copper pickaxe die mag weg. Even kijken, was dat zo een beetje alles? Ja, we hebben al één extra zombie banner. Dus ik wil wel verschillende banners daar hangen. Dus we kijken gewoon hoeveel banners dat we kunnen krijgen. Want wat dus zeg maar het allerbelangrijkste is, is tot ik dus het voor elkaar ga krijgen om toch nog even een paar kistjes extra gaan krijgen. En ik heb genoeg lenzen. Dus lenzen zijn nodig zeg maar om een suspicion locking eye te maken. En dan kunnen we dus zeg maar onze eerste baas mee oproepen. En ondertussen heb ik ook meer dan 5 sterren. Dus op 5 sterren kunnen we een manakristal maken. En dat increased onze lava. Onze mana met 1. En ik weet niet of het ook gevraagd is. Maar life kan dus tot maximaal 400 op dit punt. En mana kan tot een max van 200. Tenzij dat je een accessoires krijgt met extra mana. Als ik me niet vergis. Dus, met dat even out of the way te hebben, was er ook nog een andere vraag. Ik ga hem gelijk. Oh ja, die sunflowers die mogen weg. Kijk eens, ik heb ook nog voor jou de sunflowers. Kijk daar wel voor. Ja, 6 zilver. Heel mooi. Ik heb ook nog de vraag gekregen of ja, armor of iets kapot kan gaan. Heel erg belangrijk om dat inderdaad heel eventjes uit te leggen. Dus bedankt voor je inzending. Het kan zijn dat ik hem al heb geantwoord via een comment. Ja. Nee, niet ja. Er is inderdaad eventjes een beetje bomen planten, jongens, ondertussen. Je armor kan niet kapot gaan. Zover ik weet. Gras, dan groeit die dadelijk van eigenlijk nog wel. Dus dit mag dadelijk gewoon in de materialendoos. Maar armor kan niet kapot gaan. Wapens kunnen niet kapot gaan. Je hebt geen durability. Op het moment dat je hem bouwt, hou je hem. En in plaats daarvan heb je dus zeg maar random stats die erbij kunnen komen. Wat in je nadeel of in je voordeel kan werken. Zoals we hebben een slow tungsten broadsword. Die dus 15% langzamer is met slaan. En voor de rest, ja, we hebben dus zeg maar eentje die geeft 10% minder knockback, maar extra 14% damage. We hebben een hamer die is gewoon default en zo werkt dat dus hier precies eigenlijk. Dus mocht je nog meer vragen hebben, laat het natuurlijk weten in de reacties. Ik doe heel eventjes snel even mijn inventory even clearen en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou met dat gedaan te hebben, inventory is gecleared, dus ik wil niet een hele aflevering weer dedicaten aan minen, maar ik heb echt wel wat meer kistjes nodig of wat meer equipment voor de eerste baas. Dus we zijn hier nog niet echt naar binnen toe gegaan, zoals we op de map kunnen zien. We zijn daar helemaal naar onderen gegaan, we hebben één huis gevonden en een kistje. Dus ik wil heel eventjes gaan hier exploren. Dus dit doe ik heel eventjes op de fast forward manier. En dat is gewoon niet zeg maar dat we helemaal fast forward gaan om te kijken wat we allemaal wel niet vinden. Dat is gewoon van als we iets boeiends vinden, dat ik jullie er gelijk mee naartoe neem. Dus ik wil zeker een baas in deze eerste aflevering, of in deze eerste aflevering, in deze vijfde aflevering gaan doen. Dus mochten we iets boeiends vinden in deze cave, laat ik het jullie zeker zien. Oké, nou we komen hier al gelijk het eerste tegen. Wat we hieronder zien, dat is zeg maar onze demon altar in een crimson wereld. Zo het hoor is nacht geworden. In de crimson wereld zou dat dus zeg maar een crimson altar zijn. Hier hebben we dus demon altars. Demon altars kunnen we niet kapot nemen. Demon altars die
kunnen we later kapot breken, maar dat is pas veel later in het spel. Dat is op dit moment nog niet. En bij Demon Altars kunnen we dus zeg maar speciale dingen maken zoals de Suspicious Looking Eye met 6 lenzen. Dus zeker handig om die al eentje te maken, zodat we die al hebben. Dat is de baas die we dadelijk hopelijk kunnen gaan verslaan. En ja, hij is later ook nog handig voor iets. Dus wat ik heel eventjes wil doen is, ik wil eventjes mijn ropes. Waar heb ik mijn ropes? Oh, hier heb ik mijn ropes. Wat ik dus heel even wil doen is dat we hier zeker zeg maar deze mailgeluid. Dat we dus zeg maar deze zeker bewaren, mochten we dus later hem nog nodig hebben voor speciale crafting. Dus nou, gaan we even verder met exploren. Een depth meter. Die heb ik nog nooit gezien. Interessant. Ik ben nog steeds heel erg aan het zoeken. Heel dit parcours heb ik afgelopen. Nog steeds niks. Wat is het daarboven? Wat is daar? Oh ja, dat is de Corrupted Biome. Eens even kijken wat dat is, want ik heb die nog nooit gezien. Depth meter. Equipable material shows depth. Nou, er zitten geen extra stats in, dus we kunnen hem equippen. Waarom ook niet? Ik heb ook ondertussen een piranha banner gekregen van een piranha. Joepie. Dus weer iets voor decoratie. Maar volgens mij hadden we er al eentje, dat weet ik niet zeker. Moeten we dadelijk heel even kijken. Maar voor de rest heb ik nog niks boeiends gevonden, dus... We zoeken nog heel eventjes door, want ik heb nog niet genoeg materiaal om de Eye of Cthulhu te verslaan. Ja, dat is de naam van de baas die we moeten gaan verslaan. Dus vinden we iets boeiends? Ik zie jullie dan zo. Jesus. Oeh. Oh, Jesus, niet nog een keer. Nee. Ik haat die boulder trap zo erg. Jongens, het spel is gemeen tegen mij. Echt. Moet jullie kijken hoeveel dat we al explored hebben. Geen kistjes, geen hard containers, helemaal niks. Ik heb wel hier en daar wat tungsten gevonden, of wat iron, maar voor de rest helemaal niks. Ah, ik heb echt serieus spul nodig om even range dingen te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een goede bow of zo die ik even kon maken. Maar nee, het spel weigert mij dingen te geven. Volgens mij is de Let's Play vloek gestart, jongens. Ik weet het niet zeker, maar ik begin hier me toch eigenlijk niet echt prettig bij te voelen. Nou ja, ik zoek nog heel veel verder. Ah. Oh, jongens! Een goud kistje en een life heart naast elkaar. Oh, en twee van dezelfde dingen die we eigenlijk niet nodig hebben. Een heel klein stukje goud hier, maar... Oh, we hebben eindelijk een huis gevonden. En weer een underground mushroom biome geval. Nou ja, mij hoor je niet klaar. Ik ben benieuwd wat we hierin kunnen vinden. Nou, we hebben in ieder geval weer een kistje extra, dat is voor zeker. Maar er zit een goede loot in. Er zit er bijvoorbeeld een magic mirror in. Oh, dit kan heel erg boeiend worden. Laten we er hier eventjes wat extra licht. Jullie kunnen het toch wel goed verkopen, dus... apart schilderij. Raar. Oké, wat hebben we hier? Ah, jammer. Weer Hermes boots. Geen speciale Hermes boots, nee. Apart, gewoon normaal. Jester's arrows kunnen handig zijn. Extra gold bars, recall potions. Nou ja, we hebben spelunker potion. Dat zal zeker handig zijn om proberen wat meer chests te vinden. Dus, en we hebben weer een life heart. Dus poef, we zitten op 200 health. En Zubat, ik heb jou geen toestemming gegeven om hier binnen te komen. Nou, bij die mushroom biomes. Oké, ik neem mijn woorden terug, Terraria. Ja, ik hou van je. Ik dacht eventjes dat je een hekel aan me had gekregen. Maar natuurlijk beloon je mij. Mijn geduld wordt beloond. Ik ben je zo dankbaar. Oké, wat hebben we? Voor damage. Voor melee speed. Noem maar damage. Ik vind damage leuker. Oké, loot al. En laten we het kistje meenemen. Het zijn weer kistjes, dus op zich mag ik niet klagen. Toch? Toch, kijk eens, op zich mag ik nou toch niet klagen. Ik bedoel, we zitten op 200 health. Dus, we doen het goed. Oké, jongens, ik ga het volgende doen. Ik ben van plan om gewoon een spelanke potion hier nou eventjes te gaan gebruiken. Eén spelanke potion, niet meer. En alles wat we nog vinden, dat nemen we mee. En alles wat we niet vinden, is dan jammer. En kijken we wel of we ergens anders nog iets kunnen vinden. Lijkt me een beetje leuker, omdat ja, ik loop hier al een behoorlijke tijd nou rond. En jullie zien hoeveel ik geëxplored heb. Nou, we hebben nou twee gouden kistjes gevonden. Dus op zich ben ik wel tevreden, maar ik wil nog eigenlijk één bepaald item vinden. En dat is de double jump die zeker handig zou zijn op het moment dat we tegen de Eye of Cthulhu gaan vechten. Dus, spelunker potion, doe je ding nadat we deze gast hebben uitgeschakeld. Oké, spelunker potion. Wacht, ik heb net die weggegooid, kom op.
Ik bedoel, ik heb mijn inventory net gekleerd en... Oh, dat ding daar ook. Oké, nou weet je wat. Dan doen we gewoon... De sterry mag daar. Dan zien we gelijk eventjes hoeveel vrije ruimte dat we nog hebben. En Rico Potions hebben we ook genoeg. Sandblocks, ja, die moeten we eigenlijk bewaren. Sandbox. Ja, mudblocks, die krijgen we nog lang. Veel, meer dan genoeg zelfs. Dus daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. Oké, spelanken effect. Go! Oké, ik zie al gelijk een heleboel toppers. Dat is handig. Daar kunnen we namelijk een grappling hook van maken, mochten we willen. Dus, oh, is dat een... Pressure? Nee, oké, gelukkig. Ik dacht heel eventjes dat ik daar een pressure plate zag. Ja, dit doe ik gewoon even op camera. Ik bedoel, spelanken potion, dat is altijd boeiend. Dat kan altijd interessant zijn. En die vervelende zoebeds de hele tijd, daar word je echt zo moe van. Oké, nou. Ik zie daar een heel klein stukje emmer op, maar daar ga ik niet mijn tijd aan verspelen. Oké, de toppers hebben we. Wat hebben we hier nog meer liggen? Oh, er komt weer zo'n vervelende zoebed aan, hoor. Die ziet mij een moeilijke sprong maken en die denkt bij zijn eigen... Nee, met jou gaan we zelf eventjes clearen. En natuurlijk hebben we hier ook nog een skeleton die ook nog eens een keer vervelend moet doen. En hey, kijk eens, wij zien een life crystal daarboven. Tegen life crystal zeg ik nooit geen nee. Het is eigenlijk best wel een hele grote mushroom biome. Handig om te weten voor later. 2 life crystals. Oeh, 3 life crystals. Dit spel houdt van me. En ik hou van het spel. Oh, er liggen hier gewoon 3 life crystals. Ik weet het, ik had het liefst de kistjes gehad, maar je mag er gegeven paar die in de mond kijken. En ik ben best wel blij met al die life crystals. Zoveel liefde. Oké, dat is eigenlijk best wel eng als ik dat zo zeg. Ik denk dat ik het beste zo eventjes kan... Oké, dus er zit er nog eentje onder ons. Eventjes goed onthouden. Oh, ik ben hier echt zoveel blij mee. En Fiverr, schrik jij eventjes die skeleton af, want die is irritant. Oh boy, dit zit onder water. Dan zet ik heel de boel hier onder water. See if I care. Ik wil die life crystal. Oké, misschien even handig om dit toch weer op te blokken zo. Dan zetten we tenminste niet alles onder water. Oh boy, ik zit hier in een lastig hoekje. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ah. Ik haat die lastige hoekjes. Oké, nou, en dan moeten we hier naar beneden graven. Skeleton, serieus. Jij snoept mijn kostbare tijd op. Daar ben ik niet blij mee. Daar heb ik een probleem mee. En waarom zoveel vijanden? Ik word gek. Ik word gek. Sterf. Dank je. En natuurlijk ook nog die stomme worm. Kom hier. En weer zo'n zoebed. Weet je wat? Ik ga gewoon dit even blokken. Ik ga dit gewoon zo... Zo. Niemand komt er meer in. Heel veel rubies zie ik daar. Dat is wel handig om dan later te kijken eigenlijk wat voor een ander... Ja, je kunt zeg maar een zwaard maken van dat soort dingen. En die zijn zo leuk. Dus Oké. Weet je wat? Ik mijn er gewoon heel eventjes naartoe. Kijk wat we daar kunnen vinden. Ik zie ook nog een beetje iron. Maar ik vind die life crystal nog iets, mooi, iets meer interessant eigenlijk. Dus misschien vinden we nog een kistje. Wie weet. Ik bedoel, dit is maar 1 spelanken potion. En daarmee hebben we dus zeg maar 3 life crystals gevonden. Maar je hoor je echt niet klagen. Oké, nou, we hebben nog 2 minuten spelanker. En na deze spelanker, ik beloof jullie, dan gaan we gewoon naar boven toe. En dan zien we wel hoe dat we het gaan doen tegen die Eye of Cthulhu. Dus Oké, nou, ik zie er nog een paar potjes en pannetjes. Nogmaals, ik vind een life crystal nog belangrijker eigenlijk dan al die iron die we zien. En we hebben nog maar 2 minuten spelanker. Dus Oké, nou, eerst even al die rubies meenemen. Ik bedoel, in dit spel kun je dus zeg maar een lightsaber maken. Ja, je hoort het goed. Het geluidje zit er ook bij. Als je dus zeg maar de lightsaber gebeurt, dan hoor je dus ook echt... Dus nou is mijn vraag. Als je een lightsaber zou kunnen nemen, welke kleur zou je dan pakken? Wat zou jouw lievelingskleur zijn voor lightsaber? Hier kunnen we kiezen uit geel, blauw, paars, groen... Volgens mij ook wit, maar dat weet ik niet zeker. Dus ligt namelijk aan de kleur steen die je pakt. Op dit moment hebben we dus zeg maar nou... stel je voor, we maken hem van ruby, dan krijgen we hem dus rood. Maken we hem van topaz, dan wordt hij geel. Maken we hem van sapphire, dan wordt hij blauw. Dus zo kun je dus zeg maar zelf een beetje gaan kiezen. Nou, ik zie een heleboel iron, maar ik zie ook een heleboel tungsten. Ik ga het nog even snel proberen te minen. En dat doe ik gewoon op camera. Ik leuter het gewoon helemaal vol. Sorry voor die random knip. Ik had eventjes last van een paar frame drops. Maar ik vind graag heel erg veel gave stuff. En ik wil dit nog heel even snel gaan minen. Dus ik weet dat dit een heel groot project is. Tot Terraria nogal... veel edit voor mij gaat worden of veel erg veel offscreen tot ik namelijk ergens naartoe moet minen. Of dat iets niet goed wil lopen waardoor dat we dus extra moeten onderzoeken. Maar ik vind dit zo gaaf. We vinden zoveel gave stuff. En ik denk dat we nou al een tungsten bow kunnen maken. En dat we nog genoeg iron hebben dat ik dus zeg maar die 3 deuren kan maken. Waardoor dat we dus 3 iron doors hebben die heel erg goed bij het thema van...
het ene huis, zeg maar, waar ik het over had, dat we dat dus, zeg maar, kunnen exploren. We hebben zoveel stuff gevonden. Ik ben echt heel erg blij. We hebben nog 15 seconden. Dus ik wil nog heel eventjes daar naar boven toe om heel eventjes die iron ook nog even op te minen. En dan gaan we hier netjes weg. En dan gaan wij kijken hoe sterk dat we zijn tegen de Eye of Cthulhu. Ik hoop dat we hem aan kunnen. Dus, oh boy. Ken ik nog heel eventjes. Onthoud het. Oké, daarboven zit het. Daarboven. Sprong. Doe je sprong gewoon goed. Oké. Ik ben echt blij met die golden pickaxe. Ik bedoel, die golden pickaxe die zorgt er echt voor dat je een stuk sneller mind. En ja, op het moment dat je dus, zeg maar, een paar vervelende vijanden hebt die je de hele tijd lastig gaan vallen, terwijl dat je aan het minen bent, dan doet de pickaxe ook nog een beetje decent schade. Dus op zich niks mis mee. Dus ach ja, laten we eens heel eventjes kijken. Oké, nou, dit is een behoorlijke chunk. Ben ik behoorlijk blij mee. En die andere spelanke potion die wil ik zeker bewaren. Want er komt dus een moment dat we dus, zeg maar, ergens anders. Je hebt ook een ijs biome en een jungle biome. En de jungle biome is een van de gevaarlijkste biomes in dit spel. En daar gaan we nog heel vaak naartoe komen. Dus daar is een spelanke potion ook heel erg handig. Dus zeker handig om die te bewaren. Nou hoop ik dat het dag boven is. Want ja, dit zien we nou in verband met de depth meter die we hebben geëquipt. Maar ja, voor de rest hebben we nou ook niks echt te equippen, dus laten we maar naar huis toe gaan. Swing! Nou, het is dag, maar het regent en ik heb nog geen spawn point, dus dit zal nou de hele tijd open blijven. Ach ja, ik kan niet alles hebben. Dus, maar het is dus dag op het moment en we hebben dus een heleboel stuff. Laat ik eens heel eventjes kijken hoeveel bars dat we kunnen maken. Eerst eventjes de bouw, quick stack. Oké. Ja, ik denk dat ik nou wel eventjes. Laten we eventjes de life crystals ook gelijk gebruiken. Ik bedoel, hoppakee, 260 help. Die kunnen we gewoon verkopen. Ik bedoel, twee keer dezelfde, daar hebben we niet echt veel aan. Dus laten we deze even verkopen. Hoppakee, krijgen we extra veel geld voor. We hebben onze suspicious looking eye om de Eye of Cthulhu op te roepen. We hebben 36 toppes. En Romeo the Traveling Merchant has arrived. Oh, nou, we hebben de guy voor ons. Laten we eens even kijken. Katana. Ik wil hem eigenlijk best hebben. Zal ik het doen, jongens? Zal ik het doen? Ik doe het gewoon. Hoppakee, katana. We hebben een katana, jongens. Gewoon een default, maar we hebben hem. Dus dat betekent dat we weer iets leuks hebben voor onze weapon racks. Ik bedoel, deze DD, hoeveel schade? 12? Ja, en die was nog een slow. En deze is een stuk sneller. Dus laten we katana gewoon gebruiken. Ken ik dit op een mooie? Nee, ik wil het anders hebben. Misschien als ik omdraai. Dat het echt als zo'n zwaard gaat of zo. Dat het echt zo naast elkaar, naar elkaar toe wijst. Ah, kan ik er niet? Ah, kom op. Waarom mag dat nou niet? Waarom is een flame? Oké, prima. Maakt niet uit. Nou, laten we eens even kijken hoeveel stuk dat we nou kunnen bouwen. Even kijken. Een large ruby of een large topaz. For capture the gem. It drops when you die. Nou, daar hebben we weinig zin in. Nou, we kunnen silk maken. Altijd even handig om die eventjes een beetje op te kreden. Led, heel erg belangrijk. Zoals ik al zei. 56. En tungsten. Ja, we hebben echt bijna geen goud gevonden. Dat is eigenlijk best wel jammer. Oké, ken ik een goede tungsten bow maken? Nou, ik ken ook eigenlijk tungsten equipment. Tungsten bow, dat is het eerste waar wij even naar voren gaan. Dat is wel heel erg handig. We hebben Jester's Arrow, 9 rage, 16. Ah, misschien Flaming Arrows, maar ja, het regent, dus ik weet niet of het echt handig is. Ja, ik kan wel naar Tungsten Equipment gaan maken. Maar echt veel changed het niet. Ik denk dat ik het gewoon zo laat was dat we het nu hebben. Ik denk dat dat het beste is. Dus eventjes kijken bij Resources, Quickstack. Ja, ik ken hem. Oh, ik denk dat ik daar een lightsaber van ga maken als ik daar de kans voor krijg. Ik denk dat ik een toppes grappling hook ga maken. Zeker handig om die bij ons te hebben. Dus hoppakee, nou hebben we een grappling hook. Dan kan de rest van de materialen kennen gewoon hier weer terug. Dus ik hoop wel dat het stopt met regenen op het moment dat we de Eye of Cthulhu gaan bevechten. Want ik wil hem eigenlijk gaan bevechten met vuurpijlen. Dus ja, nou we hopen dat dat dan ook wel mogelijk wordt gemaakt. Deze let's play wordt mede mogelijk gemaakt door. Nou, ik ga nu heel eventjes mijn inventory heel eventjes legen. En ik zie jullie op het moment dat hij leeg is. Dus tot zo. Oké, nou ik heb eventjes mijn equipment eventjes goed ingepakt. En dan moeten we dus heel eventjes gaan wachten totdat het avond wordt. En nou speelt de regenmuziek. Dus ik kan niet echt goed horen
of het nou dag is of niet. Het is nadeel van regen. En ja, ik denk dat we ons eventjes gaan voorbereiden, aangezien dat we dus zeg maar geen dinges hebben voor aanvallen en zo. Dus wat ik wil gaan doen, is ik wil sowieso de shurikens bij me hebben. Die zijn zeker handig tegen een Eye of Cthulhu. En ik denk dat ik ook eventjes een paar fire arrows erbij kan maken. Ik zou een jester arrow kunnen maken nog extra. Die doen 9 range damage deze die geeft. Dus dat is 19 ongeveer per pijl, denk ik. Ik hoop dat dat zo werkt. Laten we eens even kijken. Hoeveel fire arrows kunnen we maken? Oké, dat zijn nog 155. Ik wil de gewone pijlen dan gewoon bewaren onderaan. Jester arrows eventueel. Weet je wat? Ik gebruik pijlen bijna nooit. Dus laten we gewoon beginnen met jester. Nee, maar ja. Ik weet het niet. Nee, iedereen. Nou, ik weet, de Eye of Cthulhu heeft 2 vormen. De eerste vorm heeft hij dus heel erg veel defense. En de tweede vorm dus absoluut niet. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik nou kan zien hoe ver dat de. Ik weet niet of dat mogelijk is als het regent hoor. Dus ik ga heel eventjes kijken. Video. Background of. Kan ik zien of het dag of nacht is? Nee? Oké, nou dan niet. Dus dan doe ik gewoon heel anders. Dan doe ik gewoon background weer on. En dan wachten we gewoon totdat het dag is. Want hij verwijdert zichzelf sowieso. Hij gaat sowieso weg. Hij is geen standaard NPC. Hij loopt gewoon weg op het moment zeg maar tot het avond gaat worden. Dus ik zie jullie op het moment dat het avond gaat worden. Dus laten we maar heel eventjes wachten. En eventjes over de grappling hook. Ja, die is handig. Als ik op E druk, kan ik automatisch dus zeg maar mijn eigen naar dingen toe grappelen en... Nou ja, ik zie nou eigenlijk nog één ding wat eigenlijk nog geïmproved mag worden. Ik bedoel, deze daken, die hoort zo te zijn. Dat vind ik veel mooier. Dus laten we het wel even mooi schuin maken zo. Jij ook. Het ziet er al een beetje meer professioneler uit, zou ik maar zo zeggen. Dus ik ben zeker nieuwsgierig hoe dat de eerste boss battle gaat worden. Hopelijk, we zitten op 260 health. Ik bedoel, kom op. Hoeveel defense hebben we? 12? Ik denk dat de Eye of Cthulhu meer bang voor mij zou moeten zijn als ik voor hem. Maar ja, we zullen het zien. Ik zie jullie dus in een seconde als het avond is. Oké, de traveling is departed. Is dat nacht dan? Nee, nog steeds niet. Nou, ik ben hier wel eventjes de vloer hier een beetje aan het verlichten. Dus mocht het te donker worden om het te zien. Dat we dus toch zeg maar licht bij ons hebben. Dat we een beetje kunnen zien hoe dat eigenlijk alles een beetje in elkaar zit. Zoals ik al heb gezegd, offscreen heb ik dus de grote berg al een beetje aangepast. En ja, er staat een moment op voor mij te wachten. Tot deze berg dus ook helemaal afgepeigerd moet worden. En dat ik dus zeg maar hier een vlak terrein van ga maken. En dat is precies hetzelfde als we dus gaan kijken naar dit terrein hier. En dat laat ik zo recht doorlopen tot en met daar of zo. En moet daar nou... Oké, kennen we? Nee, nog steeds niet. Oké, nou aangezien dat het dus regent, is het wel handig om de Jester Arrows te gebruiken. Ik denk dat de Flaming Arrows, die zullen niet echt goed hun daad doen aangezien dat het regent. Waarom moet het nou weer regenen? Maar ja, aan de andere kant, we hebben 260 health dus. Ik denk echt niet dat we ergens bang voor hoeven te zijn. En laat ik dit eventjes opvullen. Ik bedoel, ik hoef nou toch een Recall Potion te gebruiken en ik verwacht niet dat ik hier dood zou gaan. Jinx, jinx. Oh boy, oh boy. En zoals je dus ziet, het gras groeit gewoon automatisch aan. Dus daarom hoeven we ons ook helemaal geen zorgen over te maken. Oké, nou. Here we go. Oké, hij is wakker. Hij is wakker. In de regen. Waar is hij? Maak ik even de map weg? Oké, daar is hij. Hallo. Oké, ik doe best wel veel schade hiermee. Dat is alleen maar gunstig. Daar zijn... Oh, hallo. Ik kan dat nou niet gebruiken tijdens deze boss battle. Alsjeblieft zeg. Oh boy. Heel veel mensen die zullen nou zeggen van, oh Zelda player, waarom verpest je nou deze Jester Arrows? Normaal gesproken gebruik ik ze nog niet eens, want ze hebben dus piercing. Dus ze kunnen dus zeg maar andere vijanden meerdere keren raken en ik wil echt niet, oh boy. Misschien was het niet zo'n goed idee om dit in de regen te gaan doen. Oké, concentratie. Hier, kijk, ik heb al gewoon 80 health schade. Oké, we zitten nou met vuur. Oh boy. Nou, mijn vuur te spelen. Oké, vuur werkt dus wel ook op regent het. Dat wist ik niet. Oh boy, oh boy. Ah, schnikies. Ik doe echt dit super slecht. Oké, en natuurlijk komt er ook nog een zombie bij. Niet handig om dit te doen in de regen, jongens. Oh. Oh boy. Oh ja, dash maar hoor. Kom maar jongen. Kom maar. Ga je nog een keer dashen? Nee? Jij gaat omhoog? Dan ga ik onder jou door. Haha. Sukkel. Oh. Ik haat die kleine oogjes van hem. Oh boy. Oh, hij gaat dashen. Sorry. Health potion. Oké. Ik zit weer eventjes in de kleer. Ik haat die zombies. Serieus.
Weet je wat, ik denk dat ik beter even shurikens kan gebruiken. Shurikens. Kom maar. Oké. Hij gaat nu in zijn tweede vorm, waardoor dat hij dus zeg maar minder... meer schade neemt, maar dus zeg maar ook meer schade toedoet. Dus zijn dash-aanval is nou ook een stuk sneller. We willen nu zeker uitkijken voor zijn gevaarlijke aanvalspatroon. Hij dash nou niet nog een keer, hè? Goed zo. Oké, nou, hebben je bijna, jongen. Ik voel me bekeken. Nou ja, eigenlijk niet meer. Ik bedoel, nou is het een grote, gigantische bek. Ja, je hebt een gigantische, lelijke bek. Ja, wat doe je er tegen? Met je lelijke bakkes. Nou, doe me eens eventjes een plezier, jongetje. En als jij nou eens doodgaat, ik bedoel, je hebt nog maar vijf... Oh, nee hoor. Doei! Ik had mijn health potion eigenlijk nog niet eens nodig, maar ik raakte toch een beetje in paniek op het moment dat we zoveel schade namen. En de regen hielp ook niet echt mee. Maar goed, de Eye of Cthulhu, die is dus defeated. Zal nou ook niet meer uit zichzelf gaan spannen op het moment dat we meer dan 200... 200... life hebben. Dus ik vind het jammer dat we er niet nog meer in kunnen verslaan, maar... Ja, op het moment... Denk ik dat we hier wel genoeg aan hebben. Laten we eens even kijken. Hoeveel bars krijgen we ervan? Eens even kijken. We staan bij onze... we moeten wel onze furnace hiervoor staan. Eens kijken. 17. Oké, wat kan ik van die 17 maken? 15 ranged. Hoeveel is dit? 10. Nou ja. De Light's Bane die is heel erg belangrijk. Die doet een beetje meer schade. Maar ik vind het zwaard wat we op dit moment hebben eigenlijk toch iets fijn. Oh, het is een annoying hoor. Fijn. Nou... Dit zwaard wordt dus zeg maar een van de zwaarden die je dus constant mee gaat nemen naar een volgend niveau. Dus dit is zeker een zwaard dat we willen bewaren. Nou, als ik me niet vergis... Ja, kijk, die gaat weer wel zo, hè. Wacht, ik heb hem. Ik snap hem. Wacht, ik kan dit wel. Wacht even. Dus, als ik hem zo plaats, moet ik deze zo plaatsen. Klopt dat? Kijk. Eigenlijk zou het veel beter zijn. Nou ja, deze naar elkaar wijzend en die dan niet. Dit zwaard staat nu eventjes, maar dit zwaard hebben we nog heel erg vaak nodig. Dus, ik hou het bij deze aflevering zeg maar zo. In de volgende aflevering ga ik proberen verder te exploren als dat we hier nu hebben. Dus dat betekent dat we over een corruption biome heen moeten. Dus dat wordt zeker gevaarlijk. Maar zoals altijd, morgen is het weer weekend. Dan is het weer zaterdag. Dan is het weer feest. Dan is het weer plezier. Dus ik hoop jullie morgen te zien bij een nieuwe aflevering van Super Meat Boy. Daar gaan we dan mee verder. En maandag gaan we natuurlijk weer verder met Terraria. En dan hoop ik dus zeg maar dat we kunnen kijken waar dat de jungle zit. Waar dat de dungeon zit. Of we nog een paar kistjes kunnen vinden. Handige items. Wie weet allemaal nog wat we kunnen gaan vinden. Dit spel is geweldig. Link van het spel staat in de beschrijving mocht je het willen kopen. Ik hoop jullie allemaal maandag te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Morgen gaan we verder met Super Meat Boy. Heb je nog vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Nogmaals bedankt voor jullie support. Vergeet niet, Wall of Comments komt maandag. En ik zie jullie dan. Dus, doei!